Dit filmpje gaat over hoe je moet inloggen in het verzuimregistratiesysteem Expertsuite. Als je gebruik maakt van de case manager van AASR of als MKB Vitaal je arbodienst is, dan krijg je een systeemmail van Expertsuite in je mailbox. We hechten als AASR veel waarde aan de privacy van jou en je medewerkers. Wij zorgen er dus voor dat alle informatie binnen Expertsuite goed beveiligd is. Klik in de mail die je hebt gehad op de link Wachtwoord aanmaken. Heb je de mail niet ontvangen, controleer dan je spambox. Vul in dit scherm twee keer je nieuwe wachtwoord in. Onthoud je gebruikersnaam en wachtwoord goed. Nu heb je de keuze om uit drie beveiligingsopties te kiezen. Als je er één kiest, kan je de overige twee beveiligingsopties overslaan. De eerste en tevens meest gebruikte beveiligingsoptie is de extra code die via sms naar je verstuurd wordt na het inloggen. Je krijgt nu een scherm te zien waar je je telefoonnummer in moet voeren. Na het inloggen wordt er een unieke extra code via de sms naar je verstuurd. De code vul je in bij het veld Bevestigingscode. Er wordt gevraagd of je de tweede beveiligingsoptie wilt aanmaken. Je kan hier op Overslaan drukken. Vervolgens krijg je de derde beveiligingsoptie te zien. Ook hier kan je op Overslaan klikken. Als je eenmaal bent ingelogd, krijg je één backupcode. Als je een keer je telefoon niet bij de hand hebt, kan je deze code eenmalig gebruiken om in te loggen. Bewaar deze code dus goed. Klaar! Je hebt vanaf nu een account. Ga naar www.asr.nl/slash Expertsuite om in te loggen in Expertsuite. Van de drie beveiligingsopties heb je er één gekozen die je vanaf nu iedere keer gebruikt als je inlogt in Expertsuite.